Bij ons, want Traai Zek had een ene headset en de andere headset ja, eruit. Ik wie? Dacht nog te wedden, ik dacht nog te wedden dat Lumina uit jou bost, wallah. Ja, hij zegt wallah. Nu ga je winnen. Wallah, ik denk dat. Wallah, ik denk dat. Ik denk als je Lumina het echt boos maakt, bro, dat hij wel op een boom komt nog. Ja. Maar wallah, de rams bost jou met één arm hier. Ja, jij zegt Wolla daarbij, maar dat kan ja, je niet ja, weten. Ja, jij Wolla Lumina het bos mij, ja. Ik zei Wolla, dat denk ik. Ja, maar dat denk jij niet. Wolla met dat denk je. Dat denk je gewoon nu om voor je kijkers, man. Ik heb jou nooit gezien, Traai. Oké, okay, als je mij nooit hebt gezien, waarom zeg je dan Wolla? Omdat ik Lumina het wel heb gezien en Lumina ziet er gewoon goed uit. Oké, okay, maar je hebt mij nooit gezien, daar kan je dat gewoon niet over praten. Nee, maar dat is wat ik denk nu. Maar luister naar mij. Ik denk, omdat jij jezelf nooit hebt laten zien, dat je of zo lelijk of zo raar bent, dat Lumina het van jou zou winnen. Je bent gewoon volgens mij iedereen die zichzelf niet laat zien, is raar of lelijk. Oké, okay, als ik het spel Elden Ring. Jij bent onzeker, bro. Je bent onzeker. Dat wil je niet. Als ik de spel Elden Ring uitspeel binnen 100 uur, ga je dan jezelf laten zien? Ik ga gewoon een spelletje uitspelen, bro. Ik ben gewoon mezelf. Jij gaat mij niet... Mij zet je niet onder druk met van... Maar jij bent... Weet je waarom? Weet je waarom je deze dag jezelf wilt zien? Jij komt net terug. Nee, wat naar terug? Laat me gewoon uitpraten, bro. Wat zijn praten? Je gaat nooit... Je gaat nooit iemand uitpraten, holla. Kijk, nee. Maar jij zegt... Alleen een kankerhonden dat jullie zijn, op alsjeblieft. Ben je gay dat ik jou ga opstellen, man? Gedraag jou, man. Ben je gay dat ik jou ga opstellen, man? Gedraag jou, man. Wallah, wat hoor ik. Ik heb slaap vandaag. Waarom lachen wij, wallah? Wallah, waarom lachen wij? Wat hakst in hezen? Gedraag je, man. Ben je gay dat ik jou ga opbellen, man? Gedraag je, man. Wallah, jullie zijn die barkie boys, wallah. Oei, joh. Een paar calorieën verbrand, billa. Heb je wifi, Louis? Heb je ooit een vriendin gehad, Louis? Nee. Een vriendinnetje op school of zo? Of, ben je ooit verliefd geweest, Louis? Heb je ooit zo'n vriendeltjes in je buik gekregen? Tuurlijk. Tuurlijk? Ah, boy! Oh. Hey, maar Ryan, vind je dat niet lelijk, die scheiding wat je nu hebt op je voorhoofd? Wallah, pas te veel. Oh, fucking haarlijn, bro, een golf haarlijn. Wallah heeft gelijk, hè. Het is niet lelijk. Wallah, mij is mooi. Wallah niet. Ja, maar als jij dat mooi vindt, dat boeit me niet. Maar als hij dat mooi vindt, Rams. Bro, wat kan je mooi vinden aan dat, bro? Wat vind je dat nou? Kijk, ik heb mijn haren toch zo nu, toch? Zo. Ja. Als ik mijn haren doe, gaan die zo. Snap je? En dan zie je dat het helemaal stinkt. Oké, maar voor wat heb je het dan gedaan? Wat is dat? Een haarlijn, wat jij niet hebt, snap je? Welke haarlijn, man? Dat is je haarlijn. Wallah, billen, dat is je haarlijn. Wat? Wacht, dat is mijn haarlijn, kijk. Als je die laat groeien, als je die laat... Mijn haarlijn begint al hier, kijk. Oké, mag ik takkie? Ja, tak. Wallah, billen, als je die haar even lang laat groeien als bovenkant, wallah, billen, dan pas heb je haarlijn. Dan moet je naar achter doen. Nu, dat wat jij hebt gemaakt is fake haarlijn. Dat ze laten lijken haarlijn. Wat? Ja, bro. Wat? Bro, kijk hier. Kijk naar Isai. Wallah, Billa heeft een driehoek op zijn voorhoofd. Als hij die haarlijn net... Ik ook. Kijk, hier begint hij. Ja, bro, maar als hij nu zijn haar naar voren doet... Als hij hier naar voren doet en dan een streep trekt, dan heeft hij ook een rechte haarlijn net als jou. Ja of nee? Bro, bij Yasser was het niet hetzelfde als mij, zo'n haarlijn.
Ik heb anders met haar. Wallah, Bila wortels... heeft ook één keer net een kapsel gedaan als jou. Ja, maar niet zo, bro. Mijn wortels beginnen al hier. Met kijk. Met die haren nu in je hand naar voren. Boven. Kijk, mijn wortels... Mijn wortels beginnen al hier. Kijk. Zie je, die groeit al hier. Kijk. Ben je blind, bro? Kijk. Ja, maar die haren gaan toch meer naar onder dan bij die wortels, neef. Kijk dit. Snap je? Ja, duw al die haren naar boven. Dat is jouw haar. Ja, dat heeft hij net gedaan, toch? Dat zeg ik toch, man. Fucking knus. Dat heb ik toch. Kijk. Hier. Dat kijk toch. Kijk. Ja, dat is jouw haar. Ja, dat zeg ik toch. Dat zeg ik toch. Ik ging lachen toen je dat zei. Maar je hoorde mij niet op deze mic. Ja, man, boys. Wat was de topic van vandaag? Ik heb wel een vraag voor jullie, ja? Ja, kijk, spam, alsjeblieft. Okay. Hebben jullie onzekerheden? Zo. Van ja, man tot man, ja. Hoeveel weeg jij? Zou ik nu op de weegschaal staan? Alsjeblieft, sta op de weegschaal, doe je camera aan en laat je voeten zien. Wallah, ja, ik ga het zien, wacht. En niet stiekem lood en zo in je zak doen en iced tea fles en zo. Want ik heb één jongen stiekem melkpak doen, want Wallah, ik lach niet. En je hoort me niet eens lachen, pik, door deze mic. Ik zit voor saus te lachen. Maar we zien je lachen. Hoe zijn hoofd van 6 kilo? Die van hem is één dumbbell. Ik ben niet voor jouw hoofd. Maar Louis is terug. Nasser. Nee, hoeft niet, Louis, hoeft niet. Zeg. Hoeveel was je? Nee, ik was 48. Hij is 42. 42,5. Ik ben 42,6. Hoe dan, Nasser? Hoe lang ben je? Wat zei je, Louis? Hoe lang ben je? 42,6. Dus, wacht, hij is een halve kilo zwaarder dan ik. Ja, maar hij is ook 14. Ja, dat moet ik doen. Wat moet ik nu doen, Rams? Het maakt niet uit, ik ben even groot. Ja, hoe lang ben je, Louis? En toen zei Rams, laat je foutjes opruimen. Ik zeg, bro, ik heb de chaos gemaakt, het is helemaal vies door mij. Dan moet ik dat opruimen, dat is geen slaaf. Hij zei, wel, tuurlijk wel, zij moet dat opruimen. Hij zei, natuurlijk wel, zij is een slaaf. Maar hij zei, dat is je vrouw, zij moet dat doen. Dus ik kan niet, in mijn ogen, dat Rams gaat trouwen met mijn dochter. En zij zit alles op te ruimen wat hij vies maakt. Dus hij kan poepen in de woonkamer en mijn dochter maakt dat vies. Ik bro, jij weet dat ik niet ga poepen in de woonkamer, jij weet dat. Ja, maar eigenlijk poep ik op mijn bureau, bro. Kijk, weet je hoe die dan moet jij niet poepen, dan moet je stoppen met poepen op je bureau. Ja, dus als ik het doe, dan ruim ik het op, toch? Nee, maar je vrouwtje moet het nog steeds doen. Dat is mijn mening, ik vind dat. Dat is niet zo, bro. En iedereen gaat akkoord. Iedereen gaat akkoord. Nee, maar je zou dat willen voor je eigen dochter, Rams. Een vrouw is geen slaaf, bro. Stel je voor, een man... Dat zeg ik niet. Stel je voor, Rams. Je hebt een dochter en een man zit daar vies te maken, dit en dat. Hij zit daar gewoon te drinken, dit, dat, overal, blikjes, dit, dat. En hij zegt gewoon, ja, jij moet het opruimen. Je komt naar binnen en zegt, ja, maar jij moet het opruimen. Zou je niet ziek worden? Bro, oké, weet je wat mijn... Mag ik mijn mening uitleggen? Ja, zeg nee. Geef me één keer de tijd om mijn mening uit te leggen. Jij moet je bek houden. Wacht, laat me praten, alsjeblieft. Jij werkt, jij hebt geld thuis, zij moet thuis alles schoonmaken. Dat wil niet zeggen dat je elke dag vuil moet maken. Dat wil dat niet zeggen. Je moet ook een beetje respect hebben voor je vrouw, naar je vrouw toe. Snap je? Dat jij dat niet hebt, dat je elke dag vuil maakt, dat is jouw probleem. Maar ik heb nooit gezegd dat ik vuil maak. Mijn bureau is gewoon mooi schoon. Bro, jij hebt gegeten. Oké, waarom doe je dat? Leg me nu uit, waarom zou je dat doen? Maar wacht. Je trouwt toch met een vrouw om... Het is geen poetsvrouw. Dat is goed. Ja, maar... Je trouwt met een vrouw... Zodat je... Hoe zou je bekken, bro? Je doet schring aan voor je tjeras te moet. Ja. Nee, maar trouw je niet... Is het serieus? Dit is vies. Broer! Ja. Nee, man. Is deze fles ook nog open? Wallah, is deze fles ook nog... Bro, is... Elimde sigaram, yanımda çakmam. 15 yaşında düşüyorum.